Goedemorgen mensen, of misschien goedemiddag of goedenavond. Welkom bij een nieuwe vlog van Atelier Typisch. Hallo. Nou, het is vandaag vrijdag 5 januari. Het is in de ochtend. Het regent pijpenstelen mensen. Ik denk dat je het misschien wel hoort als je hier op het dak luistert naar de regen. Dan hoor je het wel. Dus ideaal weer om je atelier in te kruipen vandaag, want het blijft de hele dag regen ook. Alsof we al geen waterlast, overlast genoeg hadden, want het is echt zeiknat in heel Nederland. En vorige week had ik al even een vlogje vanuit Duitsland, hier niet zo heel ver vandaan, waar het ook echt zeiknat was. En ja, gisteren was er een dijkje doorgebroken, ergens in Maastricht geloof ik, of bij Maastricht. En ja, nou ja, het is alle hens aan dek, letterlijk. Dus. Maar goed, als het goed is, gaat het volgende week vriezen, ja. Het is bijna niet te geloven als je naar buiten kijkt dat het volgende week gaat vriezen. Maar het schijnt zo te zijn, de voorspelling is zo. Dus als al het ondergelopen weiland allemaal opvriest, dan kunnen we gigantisch schaatsen straks. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, ik zit hier met een hartstikke lekker, mijn favoriete kopje koffie. Met magere melk. En dan zo'n schuimpje ervan maken en een beetje kaneelsuiker erop. Zo lekker. En ik heb een heel bijzonder idee. Dat gaan jullie zo meteen zien. Want ik ga aan de slag met natuurlijke materialen. En ik verklap nog niet te veel, dan kun je zo eventjes kijken. Er is even weer een nieuw experimentje. Dat heb ik opgedaan aan de hand van de schilderijen van Olga Talsma, waar ik het vorige vlog ook al even over had. Zoek haar maar even op. Zij is een kunstenares en woont volgens mij in Appelscha of in de buurt van Appelscha. In ieder geval in het kunstcafé van Appelscha heb ik haar ontmoet. Heb ik een workshop bij haar gevolgd. En haar schilderijen staan ook gedeeltelijk geëxposeerd daar. Dus ik heb er even met mijn neus bovenop gezeten natuurlijk. Nou ja, dan kom je wel weer op ideetjes. En mensen, kopieer nou niet iets 100% van iemand. Dat is echt niet, ja, hoe zou ik dat zeggen, niet ethisch. Ik vind altijd exacte kopieën maken van iets. Ja, het is ieder vrij om te doen, daar gaat het niet om. Maar het is eigenlijk de kunst om je eigen stijl te ontwikkelen door overal een klein beetje vandaan te pikken van wat jou ligt, wat je aanstaat. En dat dan gaan gebruiken in je eigen werk. Dus dat ga ik nu ook doen. Dus ik ga geen kopietjes maken van Olga de Werk. Dat is niet de bedoeling. Ik heb ook wat op mijn pallet heb ik weer aangevuld. Dat is nog steeds het pallet van de drie schilderijtjes hiervoor. Ik heb trouwens best wel veel nieuwe vloggers. Welkom nieuwe vloggers. Of nieuwe volgers. Vloggers. Nieuwe volgers. Welkom nieuwe volgers. Want ineens heb ik weer een loopje erop dat er ineens weer een heleboel bij komen. Alleen maar leuk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Willen deze volgers meer van mij weten? Kijk even op mijn website www.ateliertypischtineke.nl. Dan kun je meer van mij zien. En als je het leuk vindt op mijn social media me te volgen of te kijken, dan staat daar een hele rij buttons waar je op kan klikken. En dan kun je nog meer van me zien. Ik heb mijn palletje dus aangevuld vanaf het eerste schilderij wat ik gedaan heb, nummer 1, heb ik dat spelletje al in gebruik. En ik vul het iedere keer aan met nieuwe kleurtjes erbij. En ik heb er nu wat meer natuurlijke kleurtjes bij gedaan. Eens kijken wat het wordt. Heb ik verder nog nieuws te melden? Eigenlijk niet zo heel erg nieuw. Oh ja, eigenlijk is het best wel iets nieuws te melden. Ik heb een hele leuke samenwerking ben ik aangegaan met Karin. Karin Kamp uit Zwichelte. Die kwam ik tegen op het wintermarktje in Zwichelte. En dat was maar een heel klein wintermarktje, maar ik had zoiets even bij mij in de buurt staan, is ook wat leuk. En zij is lerares op een school in Assen. En zij maakt onder andere, geeft zij les in 3D-printen. En dat past weer heel mooi bij mijn sieraden. Dus we hebben samen wat dingetjes gedaan. En ik kreeg dus van de week op een avond allemaal 3D geprinte ornamentjes die ik dus in mijn sieraden kan verwerken. Dus. En daardoor kom je op steeds meer ideeën. En ja, dat wordt gewoon weer hartstikke leuk. Dat wordt hartstikke leuk. Dus ik heb al even één sieraadje ermee gemaakt. Om even te kijken of het hecht en hoe dat werkt. En ja, nou, dat werkt volgens mij prima. En de kleuren die zij heeft past heel mooi bij mijn werk. Dus ja, dat is wel weer grappig.
Dus zo zie je maar, dan heb je een klein marktje, wat misschien qua omzet niet is wat ik normaal haal, maar dan doe je daar weer leuke contacten op. En dat is ook goud waard. Dus superleuk. Dus zo vind ik dat eigenlijk ook wel heel leuk, ook als een markt niet zo druk is en wat rustiger is. Ja, dan weet je, dan leer je weer andere kunstenaars kennen en je leert weer van elkaar. Of je krijgt een tip voor een leuke andere markt. Of ja, zo is er eigenlijk altijd wel weer wat leuks te ontdekken op zo'n marktje. Ik ben druk bezig met de inschrijvingen voor alle kunstmarkten voor aankomend jaar. Ik heb er 2 al binnen, Makkum en Appelscha. Dus daar ga ik in ieder geval definitief naartoe. En ja, die inschrijvingen die begin ik, ja, het is eigenlijk al een beetje eind december ben ik een beetje begonnen. En de maanden januari en februari doe ik eigenlijk bijna alle inschrijvingen voor het hele seizoen. Dus daar ben ik nu wel een beetje druk mee. En het is altijd fijn als je weer, ik probeer altijd weer een paar nieuwe markten te vinden. Want ik woon natuurlijk nog niet zo heel lang hier in Drenthe, sinds nou, bijna 2 jaar. Dus ik probeer ook in het noorden van het land even wat nieuwe markten te vinden. En ik probeer altijd sowieso, ik vind het heel leuk om ieder jaar een paar nieuwe markten te proberen. Dus vorig jaar heb ik er ook denk ik een stuk of 4 nieuwe gedaan. En dat zal ik dit jaar ook weer proberen. Want deze 2 markten die ik nu dus binnen heb, zijn ook allebei nieuw. Voor mij nieuw in ieder geval. Nou, we gaan het zien. Als ik mijn lijst klaar heb met alle inschrijvingen, kun je die op mijn website www.ateliertypestineke weer terugvinden. En dan kun je dus zien waar ik dit seizoen allemaal ga staan. En dan kun je me misschien opzoeken als ik bij jou in de buurt sta, wie weet. En dan kun je mijn sieraden live zien. Ik sta dus eigenlijk bijna altijd met mijn sieraden. Heel soms met mijn schilderwerken, maar dan meld ik dat wel even op in mijn vlogs. En dan kun je ook op mijn website zien, want dan staat dat er altijd even goed achter waar ik mee sta. Maar in principe sta ik dus altijd met sieraden. En als het anders is, dan staat het erbij. Nou, geniet van het schilderwerk van vandaag. En ik zie jullie na het schilderwerk nog even weer terug met een afterpraatje. Dus tot later. Geniet ervan.
Zo, beste mensen, het schilderij is klaar. En weer heel anders dan anders. Het is vandaag maandag. Dan moet ik even denken welke datum we hebben eigenlijk. Eigenlijk geen idee. Even kijken op mijn iPadje welke datum het is. Even kijken. Maandag 8 januari. 8 januari. Maandag 8 januari. Ja. De zon gaat onder. Zien jullie achter mij? Het is laat in de middag. En ik heb net even een sieradensetje gemaakt bij het schilderij wat ik vandaag afgemaakt heb. Dus ik denk wel weer een mooie geheel samen. In ieder geval weer heel anders. Wat leuk is om te zeggen is dat in het sieraadje, in het halssieraadje, zit een 3D geprint dingetje wat ik van Karen heb gekregen. Om eens even te testen, hoe werkt het nou eigenlijk? Nou, het werkt perfect. Dus ik heb even een paar voorbeeldjes gemaakt. Dit is er één van. En die kleur geel zat hartstikke mooi in het schilderij. Dus Karen, we gaan nog samen leuke dingen doen, denk ik. Ik heb alweer een heleboel nieuwe inspiratie voor volgende dingetjes die we misschien samen kunnen doen. Ja, ik denk hartstikke leuk. Ik ben nog steeds hartstikke verkouden, mensen. Ik weet niet of jullie het horen. Ik ben zo nasaal als ik weet niet wat. Ik zit nog steeds aan de spreetjes en de grokjes. Het schiet nog niet echt op. Ik ben nou, ik hoor het om me heen ook dat iedereen best wel lang verkouden. En nou ja, weet je, het is niet echt ziek, maar ook niet echt fit. Dat is het een beetje. Maar goed, het komt ook alweer goed, denk ik. Een heleboel nieuwe volgers erbij. Geen idee hoe dat komt. Nou, welkom nieuwe volgers. Hartstikke leuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Neem ik een abonnementje. Doe je mij ook een plezier mee. Dus klik het even aan. En ja, ineens komt daar een sputje in. Hoe dat ineens dan weer kan. Ik ben altijd wel verbaasd dat ik ineens weer, ik geloof in een week tijd, 10 erbij of zo. Nou, hartstikke fijn. Leuk. En nou ja, ik hoop dat die mensen ook genieten van alle verschillende technieken die ik gebruik. Deze keer was het dus inderdaad, ben ik gestart met de varens. Oh, ik heb ze hier nog liggen. Ze zijn inmiddels helemaal opgekruld, zijn ze nu. Maar die heb ik dus, eerst heb ik ze even onder de vloerbedekking gelegd om ze helemaal mooi plat te krijgen. Toen ik ze pas geplukt had. En toen het helemaal goed plat was, nog niet echt gedroogd moet ik zeggen hoor, ze waren nog gewoon wel groen. Heb ik, nou ja, jullie hebben het gezien hè, met inkt en alles op het canvasboard in een natte inkt ze neergelegd. In de natte inkt ook nog weer gespreid. En dat heb ik een hele nacht laten liggen. En dat was best spectaculair wat eruit kwam. Ik vond het hartstikke leuk. Dus ja, een hele bijzondere basis. En ja, daar ben ik een beetje verder op gaan beduren eigenlijk. En toen dacht ik, omdat het zo natuurlijk lijkt, is het ook wel leuk om daar een beetje natuurlijke dingetjes bij te doen. Dus uiteindelijk zijn er wat vogeltjes bij gekomen. Daar ben ik al weliswaar begonnen met spray. Maar toen dacht ik, nee, dit is het ook niet. Hè. Die moet ik een beetje uitwerken. Dus die ben ik later uit gaan werken. Nou ja, al met al ben ik er best wel weer tevreden over. En ik denk, ja, het is wel weer een echte typisch Tineke. Een mix van allerlei een mix van allerlei technieken, maar ook een mix van allerlei media op het gebied van acryl. Want alles wat je ziet is op acrylbasis. Dus zowel de inkten als de stiften, als de sprays, als de verf en ook nog verschillende merken verf door elkaar. Ik had net een paar nieuwe kleurtjes golden, daar ben ik helemaal fan van. Golden Fluid. Het zijn piepkleine flesjes, maar je gebruikt er ook eigenlijk niet zoveel van. Hè? Want het spreidt heel mooi uit. En de pigmenten zijn echt prachtig. Dus zeker de moeite waard. Al zijn het maar nog zulke kleine flesjes om daar iets van bij in te doen. Maar dat zijn toch hele andere kleuren en pigmenten als alle andere verven die ik heb. Dus dat is een mooie combinatie, vind ik zelf. En ook daarin zit weer een variatie van half transparant, transparant en ondoorzichtige soorten. Kun je altijd op de flesjes zien, even goed kijken. Nou ja, alles bij elkaar, dat heb ik dus allemaal met elkaar gemengd. En met sponsjes gewerkt, met mijn vingers gewerkt, met spijkertjes gewerkt, met spuitbussen gewerkt, met schablonen. Wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, gewoon met het penseel natuurlijk. Nou ja, best wel weer veel, denk ik.
En dat maakt, vind ik zelf het werk, want het is altijd heel spannend maken en ook heel leuk om te doen, omdat het zo'n grote mix van allemaal verschillende dingen is. En ja, dat maakt je resultaat ook eigenlijk altijd wel weer spannend, vind ik. Het is niet echt een standaard dingetje, zeg maar. En nou, dat sieradensetje ook, is weer ook weer een niet standaard setje. Maar dat zijn ze ook allemaal niet bij mij, want alle sieraden zijn bij mij altijd verschillend. Er is nooit een setje gelijk. Dus als je bij mij een sieradensetje koopt, dan weet je zeker dat je de enige bent in heel Nederland en omstreken die daarmee loopt. Want ieder setje is helemaal uniek. Ik vorm het met de hand. Ik zeg het nog maar een keer. Het is van gerecyclede kunststof wat ik maak. En nu was dat even dus een combinatie met een 3D geprint dingetje erbij in. Trouwens van biologisch plastic. Ik moet er ook nog even bij zetten. Zeggen, want dat is op gebied van mais of suikerriet gemaakt. Dus dat is biologisch afbreekbaar ook nog. Dus. En het hecht goed op elkaar het materiaal. Dat is altijd even spannend als je dat soort dingen bedenkt. Van, werkt het wel samen? Nou, dit werkte dus heel goed samen. En ze had ook nog eens een keer geen gewoon standaard, het heet geloof ik filament, wat ze gebruiken om die 3D-printers te gebruiken. Maar ze had een super mooie glans erop. Dus ja, dat maakt het bij mijn werk samen weer heel bijzonder. Ja, dat zijn weer dingen waar ik weer van geniet, hè? Want het zijn weer nieuwe dingetjes voor 2024. Die eventjes weer anders zijn dan andere jaren. En ik vind het altijd wel leuk om iets nieuws te bedenken. En dat houdt het voor mij spannend. En voor mijn klanten ook spannend. Dus dat is een win-win dingetje. Nou mensen, ik ga het niet te lang houden. Ik heb ook geen afterfilmpje. Want als je zo snot verkouden bent en niet helemaal top lekker in je vel, dan ga je ook niet heel veel leuke dingen doen. Januari is sowieso altijd een beetje saai maand, vind ik zelf. Ik ga altijd lekker in mijn ateliertje en dan vermaak ik mij wel. Maar er is niet veel te doen in de omgeving, want weet je, al die kerstmarkt en zo, alles is een beetje geweest. Dus echt heel veel spannende dingen gebeuren in de omgeving, eigenlijk niet. Maar goed, dat geeft niet. We kunnen wel een keer zonder afterfilmpje, denk ik. En er komt vanzelf alweer misschien bij een van de andere filmpjes. Het is altijd een extraatje, weet je, als het er is, dan is het er niet. Dan hebben we even pech. Volgende keer dan weer. Nou, mensen, geniet van het eindresultaat nog even. En ik zie jullie heel graag weer bij vlog nummer 5. Dag! Ondergaande zonnetje kregen jullie nog even cadeau van mij, hè? Het is lekker winterweer en zo'n prachtig mooi ondergaand zonnetje, die hebben we lang niet gehad. Dus geniet er dan maar even van, hè? Ondergaande zon in Elp.